Nou ja, welkom op boomslachterij Zwolle. Zo noem je dat, boomslachterij? Op dit moment wel. We zijn heel erg boos. Boos omdat de afgelopen dagen ineens een paar duizend bomen van de voormalige boomkwekerij zijn gekapt. Het gaat om een kwekerij die 10 jaar geleden failliet ging en de bomen bleven al die jaren maar groeien. Tot deze week dus. De machines waren aan het draaien, die waren bomen aan het neerhalen. Wij zijn gisteren voor de machines gaan staan. We hebben gewoon gezegd, stop, tot hier en niet verder. En de bomen hadden ook gewoon omgezaagd mogen worden, zo oordeelt de gemeente. Want de bomen staan op grond van een boomkwekerij. Dat is ook de bestemming van deze grond. En daarvoor heb je geen vergunning nodig om bomen om te zagen. Maar dit zijn geen kwekers. Dit is een vastgoedmagnaat. En die is geen kweker, dus die kan niet zomaar doen met zijn spullen wat hij wil. Het vastgoedbedrijf, dat eigenaar is van de grond en onderdeel van de SNS-bank, laat weten dat de bomen zijn gekapt omdat ze zijn verkocht. Maar nu wordt alles platgehaald en er is geen plan, er is geen visie. Maar voor dit stukje bos, wat nog is blijven staan, is misschien nog een lichtpuntje. Want de buurtbewoners hebben maandagochtend een gesprek met de vastgoedeigenaar. En mogelijk komen ze overeen dat dit stukje bos toch nog mag blijven staan.